Gerard Joling, Pook, we gaan raket nu bij RS7 Koningsdag. Heb je een pen voor mij? Ik heb een pen voor jou, zeker. Waarom hebben jullie nou allemaal pennen nodig? Dat we de dingen gelukken, hè? Dat we dingen moeten bijhouden, ja. Hé, luister eens. Als ik naar mijn items kijk waar punten te verdienen vielen. Namelijk koekhappen, spijkerpoepen en de rommelmarkt. Ja. Dan is de tussenstand tussen jullie twee nu 14 voor Dominique en 13 voor jou, Miguel. Oh jee, dat is spannend. Dus jij hebt een kleine voorsprong, Dominique. Ja. En dat komt goed uit, want we gaan natuurlijk naar de Game Changer toe. En dat is de Game Changer eigenlijk van afgelopen zaterdag over Koningsdag. Dus we hebben hem al gespeeld. Als je naar ons hebt geluisterd, heb je hem al gehoord. Maar we gaan hem nu speciaal voor jullie twee nog een keer spelen. Heb je hem thuis nog niet gehoord zaterdag, doe gezellig nog een keer mee. En ja, als je hem wel gehoord hebt, doe het ook lekker mee. Boeien. Daan, ja. Je had het over dat je punten wilde scoren. Dat kan nu. Oké. We gaan namelijk naar het wekelijkse onderdeel, de Game Changer. Ja. Ja, dat is een spelletje. Dat is een quiz. Ja. En die quiz heeft elke week een ander thema. Ja. Iets wat meestal met de actualiteit te maken heeft. Ja. En dat gaan we dan spelen onder begeleiding van een liedje wat er ook weer iets mee te maken heeft. Hm. Ja. En dan gaan we onder tijdsdruk om en om mogen jullie dobbelen. Oh. Dus okay. Joris, ja. Jij krijgt 2 dobbelstenen. Ja, thanks. Oh, ze geven ook echt licht. Super. Ja, ja. En jij? Heb je 2? Kijk, ja. Jij kan wel vangen. Miguel, Daan kan wel vangen. Ja, is dat vaak een ding? Over die tafel. Ja, ja, ik hoor ze vaak ook uit elkaar bij hem. Ja, natuurlijk. Whatever. In ieder geval, jullie gaan om en om dobbelen. Ja. Dan roep je het nummer wat je hebt gegooid. Ik heb hier een hele lijst met vragen onder nummer. Die vraag die bij dat nummer hoort, krijg je dan. Heb je hem goed, heb je een punt, heb je hem niet goed, heb je geen punt. Als het liedje waarop het spelen is afgelopen, gaat er een zoomer. En dan kijken we wie de meeste vragen goed heeft beantwoord. We gaan hem instarten op de instrumentale versie van het nummer Royals van Lord. Uiteraard. Leuk. Als het nummer is afgelopen, dan stopt het spel. En dan hoor je een zoomer. En voor die tijd gaan jullie om en om dobbelen voor een vraag over de koning en het koningshuis. Oei. Komt ie aan. Oké. Okay. De Him for the Weekend Game Changer. Wacht even. Ja, ik krijg allebei nog een extra dobbelsteen erbij. Ja? Als klopt het niet. Ja. Dominique, jij mag beginnen. Nee, Miguel, jij is onderaan. Jij mag beginnen. 4. Op welke andere datum dan 30 april heeft Koninginnedag ook wel eens plaatsgevonden? Is dat 31 mei, 31 juli of 31 augustus? 31 mei. Nee, augustus. Oh. Dat was de verjaardag van Wilhelmina. Oké. Nou, let's go, toch? Ja. Ja, dit is... kost allemaal tijd, hè? Dat kost allemaal tijd. Vraag 2. Waar of niet waar? Als Amalia koningin wordt, zal Koninginnedag ook op 27 april plaatsvinden? Dat lijkt me niet. Dat is wel waar. Dus, oké. Haar verjaardag is namelijk op 7 december en dat is te laat in het jaar. Dus dan blijft het gelijk. Heeft u dat al gezegd? Dat, ja, dat is wat cool. Een soort van ongeschreven regel. Hij weet echt dingen die wij niet weten, hoor. Nou, Daan, jouw beurt. Ja, ik gooi over het paneel 11. Sowieso. Welke van zijn dochters heeft net als Willem-Alexander een dubbele voornaam? Catharina Amalia. Ja, nou. Ja, goed. Sick. Dominique. 6. 6. Voor Koningsdag noemden we deze dag Koninginnedag. Maar hoe noemden we deze dag voor Koninginnedag? Prinsessendag. Daar heb je helemaal goed, meid. 6. Puntje voor jou. Nummertje 6. Sinds welk jaar heet Koningsdag voor het eerst Koningsdag? Sinds 4 jaar geleden. Ik wil een jaartal. Wat was 4 jaar geleden? 2017? Nee, was 2014. Oh. Helaas. Dominique. 7. Bij welk staatshoofd is deze feestdag als enige niet op zijn of haar verjaardag gevierd? Weet jij het, Miguel? Nee. Niet voorzeggen. Oh. Nee, ik word afgeleid. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat was bij Beatrix, want die was jarig op 31 januari. Oh. 9. Even kijken. Wat is officieel de eerstvolgende nationale feestdag in Nederland na Koningsdag? Ik weet het. Na Koningsdag. Nee, ik weet het niet. Daar trapt hij niet meer in, Dominique. Oh. Bevrijdingsdag. Oh, dat klopt. Ja, ja, dat is waar. Ja. Maar geen punt. Nou voor punt? Jou. Nee, zeker niet. Jij mag wel dobbelen. Oh, 7. 7. Vorig jaar bracht het staatshoofd geen bezoek aan een plaats in Nederland op Koningsdag vanwege de coronapandemie. In 2001 was dat ook al het geval vanwege een andere epidemie. Maar welke? De Spaanse griep. Nee. Was Monte Claus hier. Oh jee. Ja. Oh ja, ik gooi jou. Oh, 9. Had jij het net al? Ja, ik heb meerdere. Ik heb meerdere. Overal op voorbereid. Wat is de roepnaam van onze koning?
Alexander. In privé. En Willem-Alexander voor... niet privé. Zo. Ik heb een idee wie er gaat winnen. Ja, Joris. Ik heb hem nog gehad van de week. Zes. Voor Koningsdag noemden we deze dag Koninginnedag. Maar hoe noemden we deze dag voor Koninginnedag? Koninginnedag? Nee, Prinsessendag. Okay. Hè? Ja, dat is van 1885 tot 1890. 5 jaartjes. Zo. Toen was jij nog niet geboren. 5 jaartjes maar. Ja. Ik gooi 6. 6. Mijn lampjes gaan uit. Sinds... nou, Daan. Sinds welk jaar heet Koningsdag voor het eerst Koningsdag? Ach, kut. 2014? Ja, is goed. No. Joris. Nummer 8. Hoe oud wordt onze koning vandaag? 54. Ja! Nou, dat vind ik flauw dit. Goed opgedet. Nou, leven de koning! Hoera. 5 zei je? Ja. Kijk, even kijken. Wie is tot nu toe het langst zittende staatshoofd van Nederland? Gok wat. Ik weet niet. Wilhelmina met 58 jaar. Zo, ik kan nog wat langer zeggen. Nummer 2. Waar of niet waar? Als Amalia koningin wordt, zal Koninginnedag ook op 27 april plaatsvinden. Niet waar. Dat is wel waar, want ze is jaren op 7 december en dat is te laat. Oh. 7. 7. Hoe vaak heeft Willem-Alexander Koningsdag al gevierd in de provincie Gelderland? Is dat 3 keer, 1 keer of nooit? 3 keer. Nee, nooit. Oh. 9. Stom, 9. Wat is de roepnaam van onze koning? Willy. You wish. Will I am. Zijn roepnaam is Alexander. Oh. Dominique. Oké. 7. Ik weet niet wat het is, maar... De hoeveelste nationale feestdag van het jaar is Koningsdag? De eerste. Nee, de tweede, want de eerste is nieuwjaarsdag. Oh, natuurlijk. Ja. 7. Is Koningsnacht doorgaans de nacht voor of na Koningsdag? Voor. Dat is zeker waar. Behalve als je in de omgeving van Apeldoorn woont, dan is het de nacht na. Oké. 9. Feitje. Welke sportprestatie heeft Willem-Alexander niet uitgevoerd? De Elfstedentocht, de Nijmeegse Vierdaagse of de Marathon van New York? Elfstedentocht. Nee, hij heeft de Nijmeegse Vierdaagse niet gedaan. Nee. Zo, wat een lijpo. En de andere twee dus wel. 8. Nou, is niet normaal. Nummertje 8. Hoe werd Koningsdag in 2020 ook wel genoemd? Kingsday. Woningsdag. Oh ja, dat is waar. Ja, ja. Dus we thuis blijven. Dominique. 5. Waar of niet waar? In België is er ook een Koningsdag. Waar? Ja, dat is waar. Op 15 november. 7. 7. Bij welk staatshoofd is deze feestdag als enige niet op zijn of haar verjaardag gevierd? Tot nu toe. Oh! Ja, je weet het natuurlijk weer. Ik ga gewoon gokken. Wilhelmina. Nee, dat was Beatrix. Die was namelijk jarig op 31 januari. Goed, ja. Eerste ingeving. Ja. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Daan. Ja. Ik gooi 4. 4. Op welke andere datum dan 30 april heeft Koninginnedag ook plaatsgevonden? Oh, dat is meer keuze trouwens. Is dat 31 mei, 31 juli of 31 augustus? Hm. 31 mei. Nee, augustus. Dat was met Wilhelmina. Oh, dat was ik er nog niet. 4. Jij hebt wel gehad, geloof ik ook. Uit. Wie is tot nu toe het langzittende staatshoofd van Nederland? Beatrix? Nee, Wilhelmina. Die heeft 58 jaar op de troon gezeten. Hoeveel? 58 jaar. Oh, maar die was ook 18, hè? 9 heb ik. 9. Weer. Welke sportprestatie heeft Willem-Alexander niet uitgevoerd? Is dat de Elfstedentocht, de Nijmeegse Vierdaagse of de Marathon van New York? De Vierdaagse, denk ik. Ja, goed. Joris. 5. 5. Waar of niet waar, in België is er ook een Koningsdag. Dat denk ik wel. Klopt, alleen dan op 15 november. Daar doen ze het wel gewoon in de winter. Ja. Ja, ja. 7. Vorig jaar bracht het staatshoofd geen bezoek aan een plaats in Nederland op Koningsdag vanwege de coronapandemie. In 2001 was dat ook al het geval vanwege een andere epidemie. Maar welke? De varkenspest. Nee, Monteclausier. Oh. Joris. 8. Hoe oud wordt onze koning deze aankomende dinsdag? Je mag er 1 jaar naast zitten.
54. Ja, precies goed. Wow. Daan. Ja. Bijna door de tijd heen. 6 weer. 6. Is Koningsdag officieel een nationale feestdag? Ja. Ja, klopt. Joris. Bijna door de tijd heen. Moet punt scoren. 7. Hoe vaak heeft Willem-Alexander Koningsdag al gevierd in de provincie Gelderland? Is dat 3 keer, 1 keer of nooit? 3 keer. Nee, nooit. 10. 10. Willem-Alexander is officieel koning Willem... Ja, daar was ik al bang voor. Doe de laatste nog. We maken hem gewoon af. Ja. Willem-Alexander is officieel koning Willem IV. Maar welke van die eerste 3 Willems heette ook echt Willem-Alexander? Nummer 1, 2 of 3? Nummer 1. Nee, Willem 3. Oh. Over mijn mengpaneel heen. 8. Oh, wow. Doe de ik zoomer. Dat? Oh, de tijd. Maar je hebt hem al binnen de tijd genoemd, dus je mag hem afmaken. Oh. Is Koningsnacht doorgaans de nacht voor of na Koningsdag? Voor. Ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. Natuurlijk. Behalve in de omgeving van Apeldoorn. Daar is het na. What? Wat? Ja, heel raar. Oh. Ja, dat maakt de score van deze ronde. 2-2. En ja, niet heel verrassend, maar Daniel hebt gewonnen met 6-2. Ja, die voelde ik al aankomen. En ik heb geen prijs voor jullie. Nou. Wat jammer nou, jongen. Maar wel gewonnen. Ja. Jij hebt wel gewonnen. Hey, kijk eens, ik krijg gewoon een flesje wijn in mijn handen gedrukt. Nou. Dankjewel, papijn. Kijk, dan. Kom er vaker bij. Geniet ervan. Dominique, het is je gegund. Oprecht, ja zeker. Nog meer muziek dan waar van Nederlandse bodem. We trekken nog een flesje open. Ga ik de pijn even wegdrinken van deze ronde van de Game Changer. Dit is Kensington op RN7, Koningsdag. What lies ahead?